Ik heb speelgoed gekocht. Dat hier. Arduino. Dat is een kaart met een microcontroller op. Dus daar zit eigenlijk een processor op, geheugen, ingangen, uitgangen. Je kunt er van alles mee besturen. Ik heb er onder andere dat bij gekocht. Ik zeg onder andere, want het was een heel pakketje naar China. Maar deze is wel iets heel plezant. Dus ik kan dat een keer laten zien. Hè. Ik kan dus laten zien wat ik ermee gedaan heb. Ik kan ook laten zien wat ik ermee van plan ben. Ik zou dat graag in de geocache stoppen. Dus ik wil eens de geocache verstoppen. Bon. We gaan dat eens aansluiten en ik zal het wel te zien. Hè. Dus, wacht. Een kaartje. Zo. Als alles goed is. Moeten dat zo behoorlijk goed kunnen zien. Ik denk het wel. Hè. Maar goed. Oké. Dus dat is aangesloten. Nu moeten we dat alleen een beetje programmeren, hè. Dus zo'n display ziet er eigenlijk zo uit. Wat moet ik nu doen? Allemaal eentjes en nulletjes naar elkaar sturen. Voor zo'n één cijfer wil dat zeggen dat ik bijvoorbeeld in die volgorde allemaal een eentje of een nulletje moet sturen. Dus, even niks aantrekken van de eerste acht, maar de tweede acht die geeft dus gewoon aan hoe dat mijn cijfer er zal uitzien. Nu is dat een beetje vervelend, want dat is omgedraaid. Dus als ik een 0 stuur, dan doet hij het lichtje aan. Als ik een 1 stuur, dan doet hij het uit. Dus nu tot de 8 keer een 0. En gelijk dat je ziet, ja, ze zijn dus alle 8 aan. Hè. Als ik nu bijvoorbeeld enkel eerst een 0 stuur en dan 7 keer een 1. Voilà. Dat is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dat zou alleen het puntje mogen aangaan, hè? Voilà. Je kunt het eigenlijk direct uploaden. Je begint direct aan te voeren. Voilà, en mijn puntje brandt. Dat is nog maar op één digit. Ik heb er 8. Daar dienen die 8 cijfers voor. Hè. Dat zal wel duidelijk zijn, zeker. Dus moet je 1 voor 1 ofwel op 1 of op 0 zetten. Ik heb nu alleen mijn eerste aanstaan. Ik zal ze allemaal aanzetten. Hè. Dus dan sturen we 8 eentjes. Dit staat al zo. Voilà, die zijn allemaal akers. Voilà, dus nu kan ik er eigenlijk op laten komen wat ik wil. En nu komen we aan wat ik al gemaakt had, wat ik ook wou doen. Dat is om er een geocache van te maken. Hè. Mijn bedoeling is om op je display de eindcoördinaten van de ster te laten zien. En zo heb ik dit gemaakt. Voilà, het woordje geocache zijn een paar keer geknipperd om te beginnen. Dan even zeggen van hier zijn we. En dan komen de coördinaten. Het woordje noord heb ik kunnen maken in kleine letters. En nu zie je de echte coördinaten. Hè. Dus ik heb het gradenteken kunnen maken en puntjes staat op de vijfde plaats. Hè. Dat zijn de echte coördinaten die dan. Het woordje oost was wat moeilijker, dat komt nu. Als alles goed is, kom aan. Ja, ik moet ze even laten zien ook natuurlijk, dat mensen kunnen overschrijven. Voilà, oost. Dat zijn twee keer hoofdletters, want je kunt een S als alleen maar hoofdletter maken. Hè. Ik heb nog heel wat dingen erbij gekocht. Ik heb nog een lichtsensor, ik heb een laser. Ik heb een afstandsmeter, zoiets dat om nu aan de achterkant van een auto staat voor te parkeren. Ik heb een stappenmotor met besturing.
Ik heb ondertussen al die dingen in gang gekregen en geprogrammeerd. En die ga ik ook zeker nog laten zien, want het is allemaal heel plezant. Tot de volgende!